is toch vet. Dit is een verrassing. Ik hoop dat er een auto staat waarin David mag zingen. Nou weer. Nu pakken wij een rondje, toch? Nee, denk ik niet. Hij kan jullie nog een game zeggen. Oh, nee, ja, krijgen ja, die we die mag je ook? Hebben, je mag je hebben. Ik kan deze huis. Yeah! Heel tof. Nice. Dit is nooit zo. Dit is tegenwoordig. Is het gebeurt het niet meer. Dit is luxe, man. Dit is vet. Wow. Zo, zit goodie bags van. Holy shit. Mag ik van jou geven? Ja hoor, dat mag. Wie? Daar ga je. En de sleutel dan? Ja. En de sleutel. Je mag even gaan zitten. Ik zie mezelf wel zitten in zo'n auto trouwens. Ik zie jou ook zitten in zo'n auto. Ja toch? Ja, past al bij je. Dit werkt wel toch? Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook. Nice. Ja, mooi. Nog even een leuke foto. Ik hou er wel van. Ja. We gaan er wel voor. Oh, je wilt de eigen kop hangen natuurlijk, maar dat is zonde. Wie heeft de game? Oh, jij hebt de game. Laat het even zien. Ja. Nice! Nice. Oké, heren, dankjewel. Ook thanks. Gaan we geen pap de hoed doen? Ja, natuurlijk. Pap de hoed. Ja, maar dat is het ding. Ja, dat is zo'n auto, dan wil je natuurlijk. Pap de hoed wil jij even. Ja. Zeg je natuurlijk alles. We weten dat helemaal, echt helemaal niet waar we naar kijken, toch? Nee. Het ziet eruit zoals het op dat de lucht inlaat. Ja. Dat weet ik. Dat is zo'n zeggen, rond ding, is dat. Ja, ja misschien zit de lucht in water ook wel daar. En dat is een motor. Dat is een radiator. Dat is een motor. Ja. Hij is wel klein. Windmotor. Ja? Dat is wel, maar hij hangt heel diep. Dat is het ding. Ja. Moet je zeggen wat dit is? Dat is een dog. Is het? Duw nog open. Leuk is natuurlijk als we daar de binnenstad Amsterdam in moeten ermee, maar ja, top. Ja. Wat helemaal goed is. Ja. En hier hebben we tenminste ruimte. Dus, Hij is maar gepoetst ook. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. We moeten wel Forza 6 promoten, hè? Dus we moeten wel netjes voorkomen rijden. Dat was wel de bedoeling. Dus, ja, de auto zit ook in de game, dus je zult hem misschien herkennen. Dus, nou, dus als jullie het... Nu nog in het echt. Nog even doorsparen, ja, de kunst. Ja, ja. Je moet altijd wens houden, hè? Dus je moet altijd omhoog kunnen houden. Dus, vet. Nee, heel tof. Daarom gaan we deze promotietour vandaag doen. Ja. Vandaag natuurlijk de release is van de Forza 6. En omdat het gewoon vet is om in zo'n bak te rijden. Ja, daarom inderdaad. We moeten over smoesje voor we zitten met die auto's kunnen rijden natuurlijk. Hè? Dan mag ik hem op Forza even uitdelen, maar dat is het. Heel tof. Ja. Die zijn die sunglasses. En dat is het hele ding. Ik gewoon naast zo'n pitchpoes met muts haar. Dat is wel echt kut. Muts haar. Ja, gewoon met muts haar. Ik hou natuurlijk gewoon. Oké. Wow. Ja, wat zit erin? Ik heb een hoed dat erin zit. Ik ga even kijken. Ik ga ook kijken. Oh! Chippies. Yes! Ik zweer het je, daar had ik zin in. Wow, wat is dit? Check this. Ja hoor. Check dit. Autodrop. Dit is ook een soort van... Dit is autodrop, jelle kunst. Oh, dat is wel een goeie inderdaad. Autodrop. En wacht. Bang. Als het regent op de racetrack. Is dit hetzelfde? Heb je dit ook? Ik heb dit. Dat is, nee, ja. Ja, ik weet dat ik hem je weet dat niet. Nee, dat brengt ongeluk, jelle kunst. Hoezo? Een paraplu binnen open doen, dat brengt ongeluk. Daar geloof je ook in? Ja. Ja, echt? Dan deed ik het niet. Je gelooft daarin? Natuurlijk geloof ik daarin. Wat een sappie. Ik weet het niet. Oh. Nou, hier. Dit is voor jou vroeger... Ja, dat doe ik niet meer, precies. Nee. Dat is het enige wat... Wat zit er nog meer in? Wat is dit? Oh, ja. Ja. Een koffiemug. Auw! Zie je wel? Je bent geen ongeluk hoor. Auw! Gaat hem dicht? Nee, nou dan ga je al. En dit, wat is dit? Wat is dit? Een anti-slipmat. Voor? Geen idee, voor wat? Een anti-slipmat voor wat? Waar is dit een anti-slipmat voor? Oh wacht, nu weet ik het. Zo. Kijk, je bent ik heb de hele tas uitgepakt en je bent met de paraplu bezig. Met de paraplu bezig.
Dit is een anti-slip mat, dat gemaakt van zachte gel met een goede warmteweerstand. Ja. Goede duurzaamheid en elasticiteit bij koud weer. Geschikt voor gebruik in auto's, badkamers, keukens en kantoren. Maar waarvoor? Nou, wat zet je erop? Je voet. Je voet denk ik vooral. Of dit. Zodat het niet door je auto schuift. Nou, hey, dat is het. Nou, hey. Hey, vriend. Nou. Frikandel van me. Dat is wat het is. Dat is letterlijk waarvoor het is. Wat denk je dat we Shelly moeten geven? Al die zes van deze. Zes slipmatten en slash Red Bull, toch? Ja. Ja, dat denk ik ook. En een paraplu. Zodat ze al de tranen soort van... Zes slipmatten? Even kijken hoor. Deze is leeg nu. Ja, hier. Twee. Eén, twee. Slipmatten. Maar ik weet niet of ik die ga geven van je. Voor de redactie hier gewoon. Sterker nog. Die zouden we zomaar vanavond eens kunnen gaan spelen. Ja? Weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. In de livestream. Van 4 tot 6. Ik zeg altijd vanavond, maar dat is gewoon vanmiddag. Ja, wat moet je van zo? Ik kom net 1 seconde Lama binnenlopen. Het is ongeveer al 2:30. Want zoals je misschien wel al hebt gezien op het nieuws, reden de trein niet omdat er een man vast zat in de wc. Superkut. Ik zat vanaf thuis het ermee te volgen. Ik heb echt nog nooit zoiets lulligs gezien. De politie die heeft ongeveer 2 uur lang niks gedaan. Ze konden geen contact maken met de verdachte. Vervolgens hebben ze eindelijk de wc opgekregen en was dat echt gewoon een jongetje van 15. Ik denk dat hij wel zwart rijden. Vervolgens in shock is geraakt omdat fucking heel de Nederlandse politie op centraal stond. Dus er niet meer uit durft te komen. Dat is mijn conclusie van het hele verhaal. Maar daar ging niet over. Ik kom net aan en er staat een tas op mijn bureau. En ik moest het openmaken voor de camera. Het is voor het succes. Dat is echt heel handig. Dat is zo eentje waarmee je kan rollen. Want dat is wat je wil. Het is leeg. Wat is dit precies? Weet iemand wat het is? Wat is dit? Gemaakt van zachte pu-gel. Met een goede warmteweerstand. Het is geschikt voor in auto's, badkamers, keukens en kantoren. Maar wat is het? Plaats de mat niet op papier. Een anti-slipmat. Cool. Plak dan het hele kantoor mee vol zodat we niet uitglijden. Is dat het ding? En ik zie nog iets. Ongeveer een heleboel blikjes energiedrank, zodat je 4 nachten achter elkaar Fortnite kan spelen. Ik denk dat ik deze dan maar aan Steven ga geven, want die zit nu helemaal in die game. Jullie zitten zo te lachen achter die camera. Was er iets? Is er iets grappigs? Nee? Oké. Nou, leuk. Dankjewel. Microsoft voor de oneindige voorraad aan anti-slipmatten en Red Bull. Graag gedaan, Shelly. Ja, ik heb het van jou gekregen. Dan zei ik graag gedaan. Jij bent niet Microsoft. Dat wou je gewoon even doen. Cool. Nou, ik drink het niet. Maar ik ga vast en zeker wel iemand vinden die het wel drinkt. Oké. Wat is dat? Dat is een pot met snoep. Mag ik het? Wil het? Nee. Zal dat ook in dit ding? Dat is ook van Forza 6. Dat is uit mijn hoodiebag. Geef het terug dan. Oké, dan is het op zijn minst Blammo's goodiebag. Dus dan moet het daar staan, zodat de hele redactie er eerlijk van kan eten. Nee. Kijk, het ding is, omdat jij een soort van bewust te laat kwam. Dat je gewoon dat jongetje in de wc hebt geduwd en geen zin hebt om naar de redactie te komen. Hadden wij 6 goodiebags en die hebben we verdeeld onder ons. En dit is jouw deel. Wat zat er nog meer in dan? Niks. Nee, vertel het me. Meer. Kijk, de Game Kings extra. Doei. Vet. Oké, nou. Fijn. Bedankt voor de tas, David. Fijn dat je wat voor me hebt overgehouden. Geen probleem.